NWO blijft de organisatie die op basis van een strategische visie in staat zal blijven, gelukkig, om excellent onderzoek te financieren. Aan de ene kant de strategische visie, aan de andere kant excellent en relevant onderzoek. Dat betekent in concreto dat we in staat zijn geweest, zijn gebleken het topsectorbeleid in onze strategie te integreren zonder te veranderen, wezenlijk te veranderen van organisatie die passieve subsidies zou toekennen. Die subsidies worden nog steeds toegekend op basis van voorstellen die op kwaliteit getoetst worden. Dus we hebben onze identiteit weten te behouden, maar in een zich moderniserende tijd. Ik ben eigenlijk steeds trotser op NWO. We hebben natuurlijk gisteravond, toen de stukken bekend waren, en vanochtend zitten kijken naar de cijfertjes. En wat ons eerder dit jaar is beloofd, staat nu zwart op wit. Dus we krijgen in 2014 extra middelen van OC&W en van Economische Zaken. Die waren ons in februari al beloofd. En als je nu kijkt wat er verder gebeurt op de Rijksbegroting, ben ik eigenlijk steeds trotser op wat we als NWO met z'n allen bereikt hebben. Kort gezegd, in deze tijd als een van de weinigen erin slagen extra middelen te krijgen voor ons werk. De troonrede gaf aan dat er enige problemen zijn waar het land uit moet zien te komen. En gaf ook aan dat we daaruit gaan komen. Dus impliciet is daar de wetenschap een middel voor. Dus ik vond het een hele compacte, positieve, stimulerende troonrede. Ik zat gisteravond wat te goochelen met de cijfertjes. En ik dacht dat er ineens enkele tientallen miljoenen uit de lucht vielen. Toen was er euforie? Bij mij in ieder geval. Maar dat is me net weer helemaal uit het hoofd gepraat. Hè? Dus dat, nou wist ik ook wel dat dat niet kon. Maar kijk, in deze tijden, zoals Jos al zei, alles wat ons was voorgespiegeld, dat krijgen we in ieder geval in 2014. Ik zal zo uitleggen wat dat is. En er is zelfs nog een heel klein meevallertje door een stukje prijscompensatie dat uit de lucht viel, maar dat altijd goed is voor de kleinere uitgaven, zullen we maar zeggen. We worden geen passief subsidie-instrument van EZ. We blijven dezelfde organisatie die de middelen voor het geselecteerde onderzoek krijgt bij het beste, het relevantste onderzoek voorgesteld door de beste onderzoekers. En daarnaast is NWO blijven staan voor de volle breedte van de wetenschap. Dat betekent de volle breedte van de wetenschap zoals die in Nederland beoefend wordt. Maar met dat uitgangspunt hebben we steeds onze bijdrage aan het topsectorbeleid gegeven. Hoe verandert de rol van NWO door, nou ja, door het nieuwe topsectorbeleid ten opzichte van de universiteiten? Het topsectorbeleid is Nederlands beleid waar de universiteiten in de uitvoering daarvan een rol spelen. Dus in die zin verandert de rol van NWO ten aanzien van de universiteiten niet. Wat een andere beweging is die is in gang gezet, onder andere door het rapport van de commissie Veerman, is dat aan de universiteiten is gevraagd om, als ik het een klein beetje oneerbiedig zeg, niet allemaal hetzelfde te doen, maar om een zeker onderzoeksprofiel met zwaartepunten te realiseren in Nederland. In de relatie tussen die universiteiten van de toekomst, van de nabije toekomst, en een financieringsorganisatie als NWO, daar moet je natuurlijk kijken als de universiteiten op die manier veranderen of de financieringssystematiek zich daaraan moet aanpassen. Dat zou best kunnen. Op 2 oktober zullen wij tekenen voor een inzet vanuit NWO voor 2014 en 2015, oplopend tot een totaalbedrag van 485 miljoen in 2 jaar. Opgebouwd uit 210 miljoen in 2014 en de beroemde 275 miljoen in 2015. En dat is het bedrag wat we dan ook in de latere jaren moeten vasthouden. Dat is een bedrag dat bestaat uit een hoop componenten. Maar in ieder geval ook een forse inspanning op het vlak van publiek-private samenwerking. En dat bod, dat pakket van NWO, dat is gemaakt voor 9 topsectoren en 2 doorsnijdende thema's. Door 8 gebieden, WOTRO, een paar
paar regieorganen en onze 8 instituten. Die spelregels die hebben we pas begin juni definitief afgesproken. En we moesten dus in een paar maanden, tijdens een zomervakantie, met al die partijen in de buitenwereld tot overeenstemming komen. En we zijn daar nu een heel eind mee gevorderd. De laatste rafeltjes tot 2 oktober zullen we ook nog wel oplossen. En dan, ja, dan ligt er een enorm pakket dat we vervolgens moeten gaan uitvoeren. Dan kan ik nog een leuk nieuwtje uit de miljoenennota noemen. Dat was ik nog vergeten. Ik heb het in de eerste plaats over het bestaande MKB. Maar een andere kant van de zaak is natuurlijk dat wetenschappelijk onderzoek kan leiden tot nieuwe bedrijven aan universiteiten. En trouwens ook bij onze eigen NWO-instituten. Wij stimuleren dat binnen NWO bijvoorbeeld via de Valorization Grant van STW. En nou ja, tot binnenkort ook met de Pre-Seed Grant van NGI. Die gaat er helaas aan. Wij zijn al enige tijd in gesprek met economische zaken om dat wat uit te breiden. En EZ is erin geslaagd, ook weer knap in deze tijd, om voor ondernemingsfinanciering wat extra geld te krijgen. En men heeft daarvoor een bedrag van 75 miljoen apart gezet voor wat men dan noemt vroege fase financiering. Dus dan heb je het echt over initiatieven die nog te klein zijn om interessant te zijn voor de echte venture capital market. Precies het domein waar ook onze valorization grant in zit. 75 miljoen en daarvan zegt EZ, kijk, dat willen we aanwenden voor spin-offs in het bestaande bedrijfsleven. Maar ook voor spin-offs vanuit de wetenschap aan universiteiten en instituten. En voor dat laatste deel kijken we eigenlijk naar NWO-STW om dat uit te voeren. Dat is ook gisteren aan de Tweede Kamer meegedeeld in de Prinsjesdagstukken. Dus wij zijn nu in overleg met EZ, projectgroepje onder leiding van STW, met NGI erbij, met iemand van MAGW en GW en anderen zijn aangesloten in de klankbordgroep, om daar met EZ te kijken of we daar een mooi plan voor kunnen bedenken, zodat NWO-STW daar uitvoering aan kan geven. Dus dat is nog een mooie opsteker voor NWO, denk ik. Het is natuurlijk zo dat we in de diverse bestuursvergadering, waar beslissingen moeten worden genomen over toekenningen, dat we merken dat ondanks het feit dat die extra middelen er al voor een deel zijn of in het vooruitzicht zijn gesteld, dat we nog steeds hele lastige beslissingen moeten nemen. Dus dat we op enigerlei wijze ruim in het jasje zouden zitten en dat de reden zou wegvallen om het pleidooi intensief te blijven houden voor adequatere financiering van het publiek gefinancierde onderzoek. Dat moeten we blijven doen. En daar hebben we als referentiekader, en ik vind dat behoorlijk sterk als argument, dit is ook heel kwantitatief, dat ooit is gezegd dat 3% van het, op Europese schaal, dat was een afspraak, een intentie, 3% van het bruto nationaal product zou naar het R&D-systeem moeten. In Nederland is dat met argumenten die te maken hebben met de structuur van ons bedrijfsleven naar 2,5% verlaagd. Daar zitten we, als we de sommetjes maken, dik onder de 2. Met andere woorden, als je ons vergelijkt met landen die percentages wel halen, zoals Duitsland bijvoorbeeld, dan is er geen enkele reden om te zeggen dat het zo wel goed is of dat het eventueel nog wel wat minder kan. Nee, om inderdaad de wetenschap die rol te laten spelen voor bedrijfsleven, samenleving en voor de wetenschap zelf, is een groei, zodra die groei inderdaad realistisch te verwachten is, van ons budget nog steeds zeer, zeer welkom.